Met de naderende zomervakantie in gedachten, hoe is het met de stand van zaken met de dieren in het dierenasiel? Hoeveel zijn dat er? Nou, we zijn erg druk. Op dit moment hebben we over de 100 kittens in pleeggezinnen zitten. En hebben ongeveer een stuk of 40 hier. Dus ja, het loopt vol. Er is een stijging altijd in de vakantieperiode met gedumpte kittens. Wat zou daarvoor een reden kunnen zijn? Nou ja, dit is natuurlijk wel een periode voor poezen om jongen te krijgen. En dat valt dan samen met de vakantie. Ja, de reden waarom zoveel poezen op straat lopen en kittens krijgen is omdat mensen hun dieren niet steriliseren en castreren. Dat is heel simpel. Over het algemeen wordt de dierenambulance gebeld. Die halen dan de kittens op. Dan komen ze hier en als het kan en we hebben genoeg pleeggezinnen, gaan ze vanuit hier naar pleeggezinnen. Wij zijn wettelijk verplicht om dieren, alle dieren, 14 dagen vast te houden. Dan heeft een eigenaar nog kans om hun dier op te halen. Daarna zijn wij eigenlijk eigenaar en kunnen we de dieren uitplaatsen. Nou ja, en dan worden ze ondertussen natuurlijk medisch verzorgd. Ze krijgen de chips, ze krijgen de enting. En de kittens worden op latere leeftijd gesteriliseerd of gecastreerd. Nou, we hebben een oproep gedaan inderdaad voor handdoeken. Nou, daar is massaal op gereageerd. Super blij zijn we daarmee, maar we hebben nu even handdoeken voldoende. Maar speelgoed voor de dieren is eigenlijk altijd welkom. Dus ballen en ander speelgoed voor honden, maar ook voor de kittens, balletjes en muisjes en dat soort dingen is natuurlijk altijd welkom. Wij hebben jullie in de oproep natuurlijk ook gehoord. En we hebben nog een paar handdoeken voor u. Nou, super, dankjewel. Nou, hartstikke welkom nog steeds. En er gaat gewoon heel veel doorheen op dit moment. Dus ook dit kunnen we goed gebruiken. Dankjewel.